Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag wil ik ook weer een heel leuk en apart bloemstuk maken. Zeker een toppetje gaat dit worden, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En dan kun je daarmee aan de slag gaan. Je kan nog meedoen met de winactie. Ga daarvoor naar de vorige video en dan maak je kans op dat DIY pakket. Dus dat is natuurlijk leuk. Moet je eventjes de video kijken om te kijken hoe je dat kan winnen. Goed, gaan we nu gauw aan de slag. Ik heb hier als eerst een oase taart. En normaal gesproken zou je die altijd zo gaan verwerken. Maar ik ga jullie laten zien op welke manier je hem nog meer kan verwerken. En hoe leuk het dan kan zijn. Ik heb ook een standaard, een ijzeren standaard in mooi metaal zwart. Oase en mooie bloemen. Wat we als eerste gaan doen is de achterkant opvullen met mos. Je kan hem ook aan beide kanten opmaken. Dat is ook heel erg leuk. Ik zal die optie extra toevoegen als je hem kan bestellen. Dus denk je van, goh, ik wil hem op tafel zetten en ik wil hem aan beide kanten heel mooi hebben. Dan kan je dat ook doen. Maar ik ga hem vandaag aan één kant opmaken. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik begin dus met het bedekken van de taart. En ik zet de mos vast met krammen. Ik zorg dat het allemaal even goed vast staat. Gewoon netjes langs de rand, zodat de één kant helemaal mosbedekt is. Want alles moet natuurlijk wel mooi weggewerkt zijn. Dan heb ik een heel mooi kleurtje wol. En dit gaan we wikkelen. Zet ik het begin of het eind, hoe je het ook wil noemen, even vast met een krammetje. En dan wikkel ik het er heel strak omheen. Als je dan de zijkanten allemaal mooi hebt weggewerkt, zit je ook het einde even vast met een krammetje. En als je dat er omheen hebt, kan je het nog eventjes goed vastzetten met wat extra krammetjes, zodat het mooi compact bij elkaar zit. En als je dan dat gedaan hebt, dan prikken we de taart op de pin. En laat hem naar beneden zakken. Doe dit voorzichtig. Hij zal even iets gaan lekken, maar dat hij mooi in het midden komt. En dan zit hij heel mooi vast. En zoals je ziet hebben we dan de zijkantjes netjes weggewerkt. We hebben de achterkant mooi weggewerkt. Dan mocht je hem ergens hebben staan voor het raam of wat dan ook. Maar je kan natuurlijk ook beide kanten opmaken met bloemen. We gaan nu deze zijkant, of we gaan de voorkant, gaan we even opvullen met bloemen. En dat gaan we met allemaal hele kleine fijne bloemetjes doen in de warme tinten. En we beginnen daarbij met roosjes. En die ga ik mooi verdelen in de oase. Ik begin in het midden. Ik snij alles goed schuin aan. Ik heb de oase natuurlijk nat gemaakt. En als je de oase nat maakt, druk je het nooit onder. Maar je laat het rustig volzuigen in het water. Nooit onder de kraan houden. Ik snij alles schuin aan en ik verdeel het een beetje gelijkmatig. Het frame zou nou door het steek iets gaan lekken. Maar dat kun je natuurlijk straks gewoon even weghalen. Maar hou er rekening mee. Dat is het, voordat je het ergens opzet met hout of wat dan ook. Dat het eerst nog even iets uitlekt door het steken. Dan heb ik in dezelfde kleurtint gipskruid. En dit werk ik ook heel compact tussen de bloemetjes. En dit geeft straks ook heel veel warmte in het stuk. En ik hou de lengte aan van de roosjes. Dus de roosjes is eigenlijk mijn basis. Ik ga niet verder uit dan de roosjes. En werk daar dan ook compact tussen. En ik verdeel alles gelijkmatig.
gebruik ik een heel mooi grisantje. Een grisantje wordt vaak gezien als oudbollig. Maar je zult zien in het stuk dat het heel leuk lijkt. Het is wel belangrijk dat we dan een fijn grisantje gebruiken. Dus een mooi klein compact grisantje. En je zult zien dat deze heel fris lijkt tussen het stuk. Dus de kleurencombinatie is echt heel mooi. En ook deze snij ik natuurlijk schuin aan. En ik gebruik de kopjes één voor één in het bloemstuk. En ik let weer heel goed op de verdeling. Ik zorg dat ik echt binnen die cirkel blijf steken. Dus je werkt echt naar voren. Ik ga niet naar buiten werken, zodat we echt die lijnen goed inhouden van de cirkel. En je kan nu al zien wat het doet. Hij is nog lang niet klaar, maar hij geeft al een heel mooi effect. Dan heb ik mooie hypericum en ook deze verdeel ik ertussen. Het zijn ook allemaal hele sterke bloemen die we vandaag gaan gebruiken. En de hypericum gebruik ik ook in delen, dus ik gebruik alles heel compact en fijn. Dus als het nodig is gebruik je zijtakjes. Je kan hem natuurlijk heel compact wegsteken door de oase en door de manier van hoe we dit opbouwen. Dus dan kan dat mooi, dan kunnen we het mooi verdelen. En om het qua kleuren iets te breken en het helemaal af te maken, voegen we wat disteltjes toe. Afhankelijk van hoeveel distel je tak heeft, verdeel je dit gewoon in het stuk. En die kleurencombinaties zijn nog super mooi. Als je gaatjes hebben, kun je dit opvullen met de rest van je gipskruid of je limonium. Zorg wel dat je binnen die cirkel blijft werken, dus dat je niet te ver naar buiten gaat werken. Om die vorm er goed in te houden. En dan voegen we als laatste op de plekjes waar je nog een beetje oase zichtbaar hebt. Soms kan het net aan de zijkant zo zijn. Een klein beetje silantia toe. Die zet ik even vast met een krammetje. Zodat je niet tegen de oase aankijkt. Het hoeft echt maar een heel klein beetje te zijn. Je kan de silantia even uit elkaar trekken. En ik doe het er wel rondomheen, omdat je dan juist die vorm weer versterkt. En je alles heel gelijkmatig verdeelt eigenlijk. En mocht je nog her en der een klein beetje oase zichtbaar hebben, kan je daar ook een klein beetje silantia toevoegen. Of wat extra bloemetjes, mocht je die nog hebben. Heel ietsje maar hoor, niet te veel, want het is juist jammer van het kleureffect. Maar het grijs maakt hem natuurlijk wel eventjes extra af.
En dan is het bloemstuk klaar. En dan hebben we echt een heel mooi apart bloemstuk. Je kan hem dus aan beide kanten opmaken. Maar je kan het, als je hem tegen de muur aanzet, ook gewoon zo opmaken. Ik vind het altijd wel belangrijk om alle oasen gewoon netjes weg te werken. En dat heb je op deze manier mooi gedaan. Het wol in combinatie met de kleuren van de bloemen doet het echt heel goed. Dit pakket is ook in één kleur te bestellen. Dus wil je dit pakket bestellen, hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je woont, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk in deze tijd. En dan hoop ik dat jullie dit wel een leuke video vonden. Hij is niet moeilijk, maar je kunt ondanks alles wel een heel mooi apart bloemstuk maken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis en blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Je kan nog meer doen met een winactie. Ga daarvoor naar de vorige video. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne Pasen toe.